zometeen gaat mijn tandje. Dus voor iedereen die zegt dat, dat ik dus ook plat loop, eigenlijk niet. Maar ik heb net iets gekregen van Marco. Oké, ik ging dus in bad zitten lezen. En ik was weer helemaal vergeten. En daar heb ik echt heel veel trek in. Goedemorgen, het is zaterdag. En het is echt zo lekker zonnetje buiten. Ik ben nog niet buiten geweest, dus ik weet nog niet of het ook warm is. Maar het ziet er wel best wel warm uit. Oh, zo meteen gaat mijn touwtje in mijn thee. Oh, dat vind ik zo mooi. Kijken of we die eruit krijgen. Oh, nou. Ik kijk, hij zit dus in. Maar ik krijg hem niet. Heb ik hem. Ik wil ook niet al die thee ernaast gooien. Oh, dat is zo wind. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Yay. Ik heb me net gedoucht en aangekleed. Nog alleen mijn schoenen aan. Ik doe deze schoenen vandaag aan. Guess. Ik moet wel lachen, want heel vaak zeggen mensen, maar je loopt toch altijd op hakken? Waarom heb je dan sneakers aan? Maar even kijken. Dit is de hak. Dus hier zit gewoon een hak in. Even kijken. Dus hier gaat mijn voet. Dus dit zijn ook altijd hakken. Sterker nog, ik vind het echt niet fijn als ik te veel plat loop. Ja, thuis af en toe gewoon blote voeten. Maar ik vind het echt fijner om op een hak te lopen. En zelfs toen ik een tijd geleden ging tennissen, had ik dus ook gewoon sneakerpadjes aan. Dus ja, dan ben je eigenlijk ook gewoon aan tennis op hakken. Dus voor iedereen die zegt dat, dat ik dus ook plat loop, eigenlijk niet. Niet dat het me uitmaakt als mensen het zeggen, want iedereen moet lekker zeggen wat hij wil. Maar het is gewoon niet zo. En ik zweer er echt bij om op hakken te... Kijk, zie je? Zonder hak, met hak. Het is echt een verschil als ik mijn schoenen aandoe. Wel grappig altijd, want als mensen me dan opeens een keer zonder schoenen zien die dat nooit hebben gezien, zeggen ze altijd, oh, je bent eigenlijk echt veel kleiner. Maar ja, omdat ik natuurlijk altijd op die dingen loop en ook vaak thuis, hebben mensen af en toe echt niet door dat ik daardoor eigenlijk altijd langer ben. Maar goed, wat heb ik nog meer aan deze top van Another Label en weer een Levi Small High. Deze. En ik wilde de deur uitgaan met Sarah, maar ik ging me aankleden. Toen vroeg ze of ze buiten mocht spelen, dus ze is nu langs een paar vriendinnetjes kijken wie er thuis is. En dan merk ik zo of ze aan het buiten spelen is. Maar aan de andere kant gaan we morgen ook wel heel veel weg. Dus is het ook niet onhandig. Want dan kan ik hier even wat dingetjes doen. En dan heb ik morgen mijn handen wat vrijer. Dus ik zie het gewoon wel. Nou, wat buiten gaan doen, dan wordt het hem niet meer voor mij vandaag. Want Sarah is dus met allemaal buurkinderen buiten aan het spelen. Het is heel leuk. Ze hebben een soort nep picknick. En daar zitten ze met z'n allen. Het is echt super schattig. En de ene, Sarah, heeft dan hier net pakjes drinken gehaald. En de ander haalt weer wat lekkers. En zo zitten ze met z'n allen heel gezellig te kletsen en te doen. Het is echt heel leuk. Maar goed, dat betekent dus dat ik niet met Sarah op pad ga. Want ik vind het een beetje zonde om dit te verstoren. Dus ik ga nu thee drinken en dan maar beginnen aan een soort begin van de voorjaarsschoonmaak. Moet ook gebeuren. Zo, het is een heerlijk weer nu, lekker. Lekker met muziek zoals je hoort. En mama is even aan het schoonmaken. Ik ga even naar buiten. Oeh, zie je het al? Lekker weer. Het lijkt alsof het gaat onweren, maar dit is het niet. Kijk, hier schijnt de zon heel erg. Nou, je ziet het niet heel erg. Ik ga gelijk wat poetsen in het koken. En als het zo in de oven staat, ga ik nog even verder, want dan is mijn was klaar. Maar ik heb net iets gekregen van Marco. Is ook pre-owned. En wel grappig, omdat ik het er vandaag natuurlijk over had. Ik heb deze gekregen. Dit zijn sneaker wedges ook weer. Dus dat vind ik wel leuk. Deze zijn van Nike. En die hebben een patroontje erin. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar die vind ik dus wel heel erg leuk. Ik moet ze eigenlijk nog passen.
Maar ik denk dat het wel goed zit. Ik ben nu aan het koken, dus dan is het even lastig om het te passen. Dus ik denk dat ik dat zo meteen even ga doen als ik mijn schaal in de oven heb staan. Oké, het eten staat in de oven. Dus ik ga even die schoen passen. Maar de schoenen die ik aan heb, die gaan elke keer heel lastig aan me uit. Als ze aanzitten is prima, maar ze gaan heel moeilijk aan. Dus ik was er even eentje. Om te kijken hoe het zit. Nike valt natuurlijk altijd best wel klein. Oh, maar dit is goed. Ze zijn dus zo. En Marco die is helemaal into de Nikes. Dus die denkt, ik wil dat als jij ook in de Nikes. Ik denk dat dat het hem is. Maar dan wel met hak. Ja, ze zitten gewoon goed. Heb ik weer schoentjes erbij. Oké, ik ging dus in bad zitten lezen. En ik was weer helemaal vergeten dat we een spelletje zouden spelen. We gaan love letters weer spelen. Ja. Ons favoriete spelletje. Ja. Zo, oké. Kijk, die heb ik. Kijk niet. Wat speel jij? Een gravin. Je hebt er geen weggelegd. Oh, ja, die had ik wel weggelegd. Laat hem in je liggen. En ik heb deze. En deze. Ik wil duelleren. Ik ga zo zoeken. Heb ik hem gewonnen. Eerste punt. Dus ja, wat gedaan. Ja, dan mag jij delen. En wat was eruit? Een prins ook. Dus jij bent. Ga je delen? Ja. Oké. Marco is de deur weer nog even uit. Dus ik ga eerst even editen. En dan gaan we dadelijk film kijken. Maar ik wil die edit eerst af hebben. En ik heb echt zoiets van, ik wil op tijd slapen. Maar eigenlijk weet ik ook wel dat het verloren hoop is. Want dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik wil het zo graag gaan doen. Dus ik wil echt even gaan opschieten. Maar volgens mij heb ik best veel beelden van gisteren. Dus heb ik echt heel veel werk. Ik heb geëdit. Het was echt veel werk vandaag. Ik heb thee gezet en ik heb trek in iets lekkers. En ik heb wat lekkers gekocht. En ik heb mezelf nog februari gegeven om te snoepen. En dan moet ik er echt wat aan gaan doen. Maar ik ga nu deze eten. En daar heb ik echt heel veel trek in. Ik heb alles opgeruimd en ik ga lekker slapen. Want morgen gaan we ook nog weg. Niet super vroeg, maar ik wil daarvoor ook nog wel wat dingetjes doen. Dus ik wil er enigszins op tijd uit zijn morgen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hier om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!